Hallo, ik ben Banana Sam en ik ben de auteur van dit boek, Underdogs. En dat heb ik juist ingelezen voor laser.bibliotheek. Frida zit niet op hun school. Sommige honden zeggen dat ze helemaal niet naar school gaat. Volgens Stijks is ze een straathond en woont ze ergens onder een brug. Er doen zoveel wilde geruchten over Frida de ronde. Dat Rocky ervan overtuigd is dat ze minstens de helft ervan zelf verzonnen heeft. Het enige waar iedereen het over eens is, is dat Frida's vader in de gevangenis zit. Volgens Rocky's vader is hij een gevaarlijke man. En Rocky weet, de appel valt niet ver van de boom. Rocky weet dat Frida nog niet zo lang geleden haar basketbalpleintje kwijtraakte. Een of ander bedrijf gaat er een flatgebouw neerpoten. Het pleintje waar de Rockstars spelen, is nu het enige. In Dogtown. Volgens Hai-Hai gaat het niet lang duren voor Frida hun pleintje zal proberen over te nemen. En ja hoor, een paar dagen daarna wandelt Frida het terrein op. Ze dribbelt zorgeloos op Rocky, Tags en Hai-Hai af. Maar Rocky is voorbereid. Hij heeft dit al honderd keer voor de spiegel geoefend. Dus nog voor Frida iets kan zeggen, roept Rocky: Nee. Als je dit pleintje wilt. Gaat Rocky verder. Zijn stem trilt een beetje, maar hij blijft haar aankijken. Dan zul je eerst voorbij ons moeten. Frida's gezicht wordt op slag donker. Het is behoorlijk angstaanjagend. Het enige wat ze zegt is morgenmiddag. En daarop beent ze het terrein af.